Ik wil een uitgebreide studie maken over de kracht van de dwaling. Want we leven in een tijd waarin wij op een ernstige manier worden misleid. Door onze overheid, dus de regering, politiek en partijen, maar ook door onze kerkleiders, predikanten, evangelisten enzovoort. We worden op grote schaal misleid. En de Heer Jezus heeft daar zelf voor gewaarschuwd. 4 maal bijvoorbeeld in Matthäus. Maar ook de apostel Paulus. En dan wil ik eerst een inleiding maken voordat ik verder ga met deze studie. Ik wil met u lezen uit 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 17. Een heel belangrijk hoofdstuk. Paulus zegt, maar wij verzoeken u, broeders, met de betrekking tot de komst van onze Heer Jezus, de Messias, en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest, of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief die van ons afkomstig zal zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak, dat wil zeggen de wederkomst van de gezalfde koning van Israël op de wolken om de volkeren te straffen. Laat niemand u misleiden op welke wijze dan ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen alle wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel Gods zet om zich aan zich te laten zien dat hij God is. We leven in een tijd waarin vele christenen geloven dat er nog een antichrist moet komen. En waarin een tijd van 7 jaar, menen zij, een grote verdrukking over de aarde zal gaan. Wat een pertinente leugen is, want die antichrist heeft al 1260 jaar geregeerd. Dat is het Romeinse Rijk onder de pausen. Maar goed, wie weet dat nog? En daarom is het goed dat wij ernaar kijken wat de schrift ervan zegt. Paulus zegt, herinnert gij niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meerdere malen hebt gezegd? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. De apostel Paulus in zijn tijd, die kende de schriften uitermate goed, en dat is het Oude Testament, waarin de profeten al deze zaken hadden verzegd. Bijvoorbeeld Daniel. En Paulus was een onderdaan van het Romeinse Rijk. Dus hij leefde in de tijd dat het Romeinse Rijk van de keizers het voor het zeggen hadden. En Paulus zegt volgens de profeten, zou dat rijk weggaan en er zal eenzelfde soort rijk terugkomen, maar dan in een andere vorm en dat door de pausen zou worden bestuurd. Voor 1260 dagen en een profetische dag, kan ook voor een jaar zijn, en zo zal het 1260 jaar absolute heerschappij krijgen. Maar Paulus kon dat niet zo openlijk zeggen, wel in zijn kring, in zijn huisgemeentes, maar niet op papier zetten. En mensen die nu geloven dat de komst van de antichrist eraan zit te komen, zegt dat die weerhouder de Heilige Geest is. Nou, hoe kan, als de Heilige Geest van de aarde weg is, mensen tot geloof en bekering brengen? Nee, het is het Romeinse Rijk wat moet vertrekken. En als die vertrekt, dan komt langzaam maar zeker dat pausdom opzetten en zich vormt tot een rijk dat lijkt op die van de Romeinen. Want, zegt hij, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Dus in zijn dagen was dat al in werking. Want, zegt hij, wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt verwijderd is. Dat is die Romeinse heersers. Dan zal de wetteloze zich openbaren
Hem zal de Heere Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Dus Paulus praat over zijn tijd en hij praat in de verre toekomst, dat als de Heere Jezus terugkomt, zal hij dat pauselijke systeem uitbannen met de adem van zijn mond. Men moet wel goed het Oude Testament goed kennen met alle profeten, voordat men in het Nieuwe Testament gaat filosoferen zoals men vandaag de dag doet. En mensen misleiden op een ernstige manier. Hij gaat verder. Als hij komt, daarentegen is diens komst naar de werking der Satan met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Vandaag de dag vind je in kringen veel wonderen, in zogenaamde Pinksterkringen. Dat valt onder deze categorie. Want zij gaan verloren omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Over het algemeen willen christenen niks weten van de waarheid. Dat is mijn persoonlijke ervaring. Als ik het woord van God predik en uitleg de profeten, Mozes en de psalmen, en wat de Heer Jezus zelf heeft geleerd en zijn apostelen, het evangelie van het koninkrijk, dan willen ze daar niet naar luisteren. Maar ze lopen heel gemakkelijk achter allerlei fabeltjes en leerstellingen aan. Het internet is een broeinest van dit soort dingen. Eindtijd, je wordt er helemaal horendol van wat de een weet nog beter te vertellen als de ander. Mensen maken zich gek. We krijgen een chip. We kunnen niet kopen of verkopen, et cetera, et cetera. Je moet putten, water achter je huis graven. Je moet houtblokken voor de deur gooien. Je moet je goud, je geld omgooien in goud, et cetera, et cetera. Mensen worden gek van wat ze allemaal moeten doen om te denken om die 7 jaar te kunnen overleven. Maar deze tijd is al lang voorbij. Maar ja, ze kennen de profeten niet. Ze kennen ook niet de geschiedenis. Het is hun volksgeschiedenis. Ze weten niet waar ze vandaan komen. Ze weten niet waarvoor ze op aarde zijn. Ze kennen niet hun toekomst. En dat komt omdat ze de liefde voor de waarheid niet willen aanvaarden. Nou, en daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Opdat allen worden geoordeeld. Dus als je Gods woord van die levende God niet wil geloven, stuurt hij je een leugengeest. Ja? Nou, dus die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Nou, ons volk staat krom van de ongerechtigheid. Abortus, huwelijken die uit elkaar spatten, homoseksualiteit, samenwoningen, samenwonen, drugsgebruik, alcohol, fijn kortom, achter andere goden aanlopen. Ons volk is langzaamaan veranderd in een soort hufterig volk aan het worden. Je moet maar met je auto ergens naartoe rijden en het gaat even niet goed. Dan is de middelvinger een groet. Moest kijken hoe mensen met elkaar omgaan bij voetballen en andere grote evenementen. Je moet eens kijken hoeveel drugs mensen gebruiken en hoeveel alcohol. En hoe jong de jeugd al bezig is om zelf veel alcohol te drinken. Bij ons in Friesland is het de gewoonte om in keten te zuipen tot de coma's toe erop volgen. Kortom, ongerechtigheid tot aan de hemeltoppen. Maar Paulus zegt, maar wij behoren God te alle tijden om u te danken door de Heere, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft, waarom? Tot behoudenis, in heiliging, hoe? Door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus, de Messias. Zo dan, broeder, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, het zij mondeling, het zij schriftelijk, geleerd zijn. En hij, God, onze Heer, Jezus, de Messias, en God, onze Vader, die ons heeft lief gehad,
en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleent, troosten uw harten en maken zich sterk in alle goed werk en woord. Wij zijn gezegende mensen, omdat wij ook het Nieuwe Testament in ons bezit hebben, waarin alle brieven van de apostel Paulus zijn opgenomen. De kracht van de dwaling. Paulus zegt, daartegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachtige tekenen en bedriegelijke wonden en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor wie? Voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Waardoor hadden zij kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Kijk maar hoe onze overheid die ongerechtigheid in de hand werkt. Homo's mogen trouwen, vrouwen zijn gelijkgesteld aan de man, feminisme, kortom, et cetera, et cetera. We hebben in ons land veel godendom, we hebben een multiculturele samenleving, waarin moslims hun eigen tempels mogen bouwen. Kortom, het is ene duistere boel aan het worden. Omdat onze overheid geen lust heeft voor de waarheid. En wat nou nog het meest trieste is, dat onze kerkelijke leiders daaraan deelnemen. Uw predikant, die elke zondag op die kansel klimt, en met een prachtige mooie stem en met een glimlach uw klinkklare leugens staat te vertellen. En waarom zeg ik dat zo? Omdat zij de God van Israël bedriegen door te zeggen dat zijn volk is weggedaan en dat God nou een volk hebt uit alle volkeren, een multicultureel ras, moet zijn geestelijk koninkrijk voorstellen. En uit dat evangelie weten ze elke keer opnieuw een evangelie te brengen die net zo groot is als een A4'tje. Alleen elke keer in een andere vorm. Waarin Mozes en de profeten niet worden genoemd. Waarin het herstel van het koninkrijk van God Israël niet wordt genoemd. Waarin Jezus als Messias van Israël niet wordt genoemd, nog geëerd. Nee, dwaalleraren zijn het geworden. En dat zeg ik niet uit mezelf. Ik zeg het met een bloedend hart. En ik vind het triest. Maar ik ken Ezechiël 34. Waar mijn hemelse vader een geweldige klacht heeft aan de herders van Israël. Zij zoeken niet naar mijn schapen. Het tegendeel. Ze eten het beste van die schapen op. En schapenherders zijn niet alleen de geestelijke leiders, maar ook onze overheid wordt daarmee bedoeld. U moet Ezechiël 34 maar eens ernstig doorlezen en te raden gaan bij de Heilige Geest. Nou, in vers 12 van onze gelezen gedeelte spreekt Paulus een hele ernstige waarschuwing uit. Laten wij daar acht op geven en de Heilige Geest vragen om aan ons helder en duidelijk de inhoud van deze waarschuwing aan ons te openbaren, aan u en mij, opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Wij geloven niet Mozes en de profeten dat God zijn volk Israël gaat herstellen. Nee, zij hebben een welgevallen gehad in de ongerechtigheid. In Paulus' dagen hadden de mensen de waarheid ook niet lief. En nu, ruim 2000 jaar later, is het tot een climax gekomen en de ongerechtigheid is opgestapeld tot aan de hemel. Leugen is ondagelijks voedsel geworden. Je hoeft 's morgens maar de televisie aan te zetten voor het nieuws en je krijgt bakken ellende over je heen. En het wordt elk uur herhaald. Ja?
Maar als de waarheid van het woord van God wordt gepresenteerd, wordt deze niet meer als waarheid onderkend. Zo is men aan de leugen deelachtig geworden. Want de werken des Satans met al zijn trawanten is met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid en heeft deze wereld in zijn macht. Ik zag van de week een programma van de EO, God in de Lage Landen, waarin gezegd werd dat 1 op de 6 predikanten niet meer gelooft in God en ook niet meer gelooft in de opstanding van de Heer Jezus. Je hebt al homo-predikanten op de kansel. En homoseksualiteit is voor God een absolute gruwel. Vrouwen staan op de kansel. Waar staat in de Bijbel dat een vrouw in de bediening kan? Beseffen wij wel eigenlijk welk een groot voorrecht is om de waarheid te horen en dat deze waarheid kostbaar is en dat de Heer Jezus heeft gezegd: ik ben de waarheid en het leven en niemand komt door de Vader dan door mij. Wat ben ik die gezalfde koning van Israël dankbaar dat hij zich aan mij heeft geopenbaard door zijn Heilige Geest. En dat die geest van God liet zien dat ik een zondaar was. Een echte, ernstige zondaar. En dat ik voor eeuwig verloren zou gaan als ik me niet zou bekeren. Maar toen ik hem leerde kennen als mijn verlosser en me heb bekeerd, heb hem aangenomen, me heb laten dopen door onderdompeling en laten vervuld werd met de Heilige Geest en ik geroepen werd om evangelist te worden voor het verloren huis van Israël, de 10 stammen. En ik later een evangelisatiekorps heb opgericht, heb ik als devies van ons korps genomen Johannes 17, vers 17. Want uw woord is de waarheid. En deze waarheid hebben wij als korps hoog in ons vaandel. Maar het geeft ook aan ons een grote verantwoordelijkheid. Want als je niet de liefde voor de waarheid hebt, als je geen liefde voor de waarheid maakt, ben je zeer kwetsbaar. Waarom? Voor de leugen. Dit is ook de kern van mijn verhaal deze keer. Paulus, zijn waarschuwing tegen de leugen in het verleden is uitgekomen en heeft zich voortgezet tot in onze dagen. De leugen heeft in de afgelopen 60 jaar meer slachtoffers gemaakt dan de 2000 jaar daarvoor. Want 95% wat als evangelie wordt gepresenteerd is leugen. De westerse christelijke wereld is zo gehersenspoeld door Satan dat het niet in menselijke woorden is uit te drukken. Wij kunnen de waarheid van de schrift alleen verstaan als wij oprecht geloven in de gezalfde koning van Israël. Want nu wordt aan u een andere Jezus voorgesteld die niet de gezalfde koning van Israël is. Want er wordt nou een Jezus gepresenteerd die geen volk meer heeft met de naam Israël, maar bestaat uit een multiculturele samenstelling. Paulus heeft dan ook in het verleden een duidelijk niet mis te verstaande waarschuwing gegeven. Toen ik 2 Korinthe 11 vers 4 onder ogen kreeg tijdens een studie en de Heilige Geest mij dit openbaarde, was ik ontzettend geschrokken. Want wat stond daar? Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Toen ik tot het besef kwam dat er een andere Jezus een andere geest tot gevolg heeft, ben ik heel erg geschrokken. En daar hebben wij vandaag mee te maken. Er is in de kerkelijke gemeente geen plaats voor Jezus als gezalfde koning van Israël.
Zij suggereren dat Jezus een totaal nieuwe godsdienst heeft gesticht, het zogenaamde christendom. Nou, ja, als je de Bijbel nou eens goed nakijkt, kom je de naam christen of christenen niet tegen. Je komt wel tegen de gezalfde. Wie werd de gezalfde? De koning en de priester. Jezus is de gezalfde koning van Israël. Maar je hebt geen christenen, dat hebben ze ervan gemaakt. Want het is om de figuur van de Heer Jezus en zijn ambt als gezalfde. Om dat ambt hebben zij een cultuur gemaakt. Ja? Er is een filosofie ontstaan, waardoor Jezus is losgemaakt van Mozes en de profeten en als Messias van Israël. Dit is wat ik in mijn 35-jarige loopbaan als evangelist meemaak. Rondom deze algemene Jezus, die overal goed voor is een geweldige cultus ontstaan. En men moet wel van zeer goede huizen komen om de misleiding van de godsdienst, van het algemene christendom, om dat te onderkennen. Ons volk, ons Nederlandse volk, gooit de waarheid van Gods woord weg en omarmt massaal de leugen. Terwijl wij toch een volk zijn van de reformatie. Want aan ons is Gods wonderbaar licht geopenbaard. En dat niet zomaar, maar wij zijn het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Maar velen weten dat niet, omdat u dat niet wordt geleerd. Kerkelijke herders praten daar nooit over. De kerken onderwijzen dit niet. Zij kennen hun ware identiteit niet. Dat ze van Israël afstammen, van die 10 verloren stammen. Eeuwenlang heeft ons volk de waarheid in geschreven schrift in haar bezit. Als we een Bijbel hebben, kunnen we zelfstandig lezen. En als we de Heer Jezus kennen, bezitten we ook zijn Heilige Geest. Hoe is het dan mogelijk dat die Heilige Geest dan zal toestaan dat er duizenden soorten verschillende kerken zijn? Dat kan toch niet? Als Jezus zegt, ik ben de waarheid en de weg. Op welke weg lopen we dan met z'n allen? Nee, Gods Bijbel ligt nu onder een dikke laag stof en wordt ernstig verwaarloosd. In de loop der tijden, in de eeuwen, hebben keizers, koningen en kerken zich een eigen koninkrijk geformeerd op grond van een vals christendom, waar geen plaats is voor de werkelijke Messias van Israël. Maar Paulus kende het geheim van de gezalfde koning van Israël. Het gevaar van de dwaling vinden we dan niet buiten de kerk, maar er middenin. Dat is het grote gevaar, want daar is de waarheid langzaam maar zeker veranderd in leugen. Ze hebben een zogenaamde wereldraad van kerken opgericht die hun geld besteden om Gods volk te misleiden. Hun geld wordt besteed aan terrorisme. En hoe is deze situatie ontstaan, vraag ik me af. Want op 31 oktober in het jaar 1517 heeft Maarten Luther zijn 95 stellingen op de kerkdeur van Wittenburg vastgespijkerd. Toen is de hervorming als een vuilbrand door Duitsland en West-Europa verspreid. De twee kernwaarheden die Maarten Luther herontdekt heeft, omdat deze verloren waren gegaan, omdat de Ecclesia, de gemeente van de Heer Jezus, na de dagen van de apostelen, dat is begon toen die wrede wolven in de kudde te komen, zoals Paulus dat heeft gezegd. En toen verspeelden zij de waarheid. Hij ontdekte, Luther, want de rechtvaardige zal door het geloof leven. En punt 2, er is geen ander fundament dan die gelegd is door de Messias van Israël. Dit is het hart van het evangelie. Gods genade komt als men door geloof leeft en als Jezus de hoeksteen in je leven is. Maar jammer, men heeft de reformatie niet afgemaakt, want ze zijn halfweg blijven steken. Ik ga verder lezen. Uit Matteüs 24, vers 4 en 5. De Heer Jezus heeft er gesproken.
En Jezus antwoordde en zeide, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Messias. En zij zullen velen verleiden. Paulus heeft toch gezegd, maar wij verzoeken u, broeders, met de betrekking tot de komst van onze Heer Jezus de Messias en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, het zij door een geestesuitdrukking, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zal zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden. Op welke wijze dan ook. Ik blijf erop hameren hoe belangrijk dat is. Want eerst moet de afval komen en de mens de wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. Die kwam niet in de toekomst. Die kwam in de dagen van de apostel Paulus. Toen de gemeente wat verder was en het Romeinse Rijk wegging, kwam Rome op. Dat is wat Paulus zegt. Hij zegt, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel God zet, om zich te laten zien dat hij een God is. Recentelijk is hij weer in Spanje geweest, op de jeugddagen. Je moet eens zien hoe hij bejubeld en bejuicht is. Deze antichrist. En dat betekent geen tegenstander, want anti betekent in plaats van. Hij noemt zich de plaatsvervanger van Christus, de leugenaar. Nou. En daarom moeten wij kijken in de geschiedenis of dit al is gebeurd. Hij zegt, laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook. Ken uw vaderlandse geschiedenis. Ken de geschiedenis van de Mozes en de profeten. Die mens der wetteloosheid zal komen en is er nog steeds. Paulus roept de oudsten van de Efeze op om elkaar te waarschuwen. Hij zegt in Handelingen 20, vers 28 tot 32, ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed zijner eigenen verworven heeft, zeg, zelf weet ik dat naar mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. En uit uw eigen midden, want daar komt het grote gevaar vandaan, zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken. We kunnen makkelijk herkennen dat moslims verkeerd is en Boeddha en al die andere reutemeteut. Maar uit je eigen kringen, je eigen predikant op de kansel, daar komt het vandaan. En waarom? Om de discipelen achter zich aan te trekken. Waak dan en herinnert u dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. En nu, ik draag u op aan de Heere en het woord zijner genade aan hem die mijn machten is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden. Veel christenen weten niet dat Paulus een apostel is die geroepen is voor die verloren stammen van het huis van Israël. En dat zijn die geheiligden, want alleen Israël is een heilig volk. We zullen verder ingaan op valse leringen. En het is een geschiedkundig feit dat de zuiverheid en de kracht van de eerste discipelen niet lang staande is gebleven. Want de geschiedenis kent de donkere middeleeuwen. Na Constantijn de Grote is Rome aan de macht gekomen, heb ik gezegd, met een paus als hoofd en zich als plaatsvervanger van de Messias noemt tot op de huidige dag. Als wij het Nieuwe Testament doorlezen, komen we na de evangeliën bij Paulus' brieven. Zij waren gericht aan verschillende gemeenten, maar hebben niet lang bestaan. Want kort na hun verdwijning hoort men slechts van 1 kerk, de kerk van Rome. De bisschop van Rome was ondertussen hoofd van alle kerken geworden. En nu hoort men niet meer van de Ecclesia, de uitgeroepen gemeenten uit Israël. Van Korinthe, Galaten, Efeze enzovoorts. Men spreekt alleen nog van een algemene
katholieke kerk met een paus aan het hoofd. Nu hoeft men niet meer door geloof te leven, maar door goede werken wordt men nu zalig. En Rome kent veel goede werken. Het fundament van de gezalfde koning van Israël is vervangen door kerkelijke leerstellingen. Het pausdom is het fundament geworden. Nu krijgt Satan vrij spel, zoals Paulus had voorzegd. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens de wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet, om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meerdere malen hebt gezegd? Dus niet in de verre toekomst, in Paulus dagen. De paus en zijn bisschoppen en priesters krijgen het alleen recht om zonde te vergeven, waar uiteraard voor betaald werd. Dit geldt ook nog in onze dagen. Jezus' kostbare bloed heeft geen enkele betekenis meer om je zonde te laten afwassen. De misleiding is in deze kerk begonnen. Deze afval is in Paulus' dagen geopenbaard geworden. Deze kerk werkt met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid. Dus het zijn geen echte wonderwerken. Heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 6, vers 22 en 23. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u duister is, hoe groot is dan de duisternis? De duivel kan nooit de vruchten van de Heilige Geest nabootsen. En die vruchten zijn liefde, blijdschap en vrede. En al de andere vruchten uitgelaten. Dit is van groot belang. Ken de boom aan zijn vruchten. Waar komt die misleiding vandaan? Dit laten we zien in onze volgende Bijbelstudies. En dan zal ik spreken over die mens der wetteloosheid. Mogen de Heer u zegenen. Amen.